Het regent echt zo hard. Goedemiddag, het is zaterdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. En ik zit in de auto samen met Chris en met Romke en met mijn broer. Ja. Met mijn broer die uit Rotterdam is gekomen. Rotterdam. Want morgen is Celine jarig, daar gaan we met z'n allen heen. Dus die is hier gekomen en die logeert bij ons. En we zijn nou even onderweg naar Terhernen. We gaan even bij de boot kijken, even een paar dingetjes doen. En straks gaan we even naar onze nieuwe haven. Want wij gaan niet in Terhernen blijven met de boot. Wij gaan ergens anders heen. Mag niet. Nee. Nee, mag niet. Wij mogen niet blijven. Nee, ze hebben het contract eenzijdig opgezegd. Wij mogen niet tot april blijven. De reden waarom, dat leg ik ooit nog wel eens uit. Maar wij gaan naar het hart van Friesland. In Uitwellingerga is dat. Ook een hele leuke haven. Voor zover wij het kunnen bekijken. Verder ook niet bekend. Maar het ziet er wel gezellig uit. Er is een restaurant bij. Hopen dat het tegen die tijd gewoon open mag zijn. En ja, leuk gezellig met speeltuintjes en beestjes. En ja, lijkt me wel gezellig. Lijkt me wel leuk. En daar was nog een plekje vrij. Dus dat hebben we kunnen regelen nog. Want ja, je moet dan toch op korte termijn even iets weer regelen. Maar we gaan nu eerst even naar Terhernen toe. Naar de boot. En jullie gaan gezellig mee. Nou, we zijn in de haven, onze nieuwe haven. De batterij van mijn camera is leeg. Dus ik film eventjes met mijn mobieltje nu. En is het geluid niet zo best. Zomers gaan we potje dammen hier. Grappig. Goedemorgen, Romke. Goedemorgen, Bob. Hey, schat.
Hebben wij een heel eind gelopen dan? Hé? Hey, hebben wij al een heel eind gelopen? Ja, hè? Goed van jou, hè? Bijna een uur. Wat zeg je? Niet, joh. Ik geloof er helemaal niks van. Nee. Oh. Doe maar, die kant uit. Moet je eten? Moet je eten? Is dat het? Oh. Zo. Nou, had ze vlot. Zo. Nou, kijk eens. Hopsakee. Nou, lekker eten. Eerst drinken. Het is vandaag vrijdag. Ik heb al gewerkt. En het is nu 2 uur en ik moet er eigenlijk uit met Romke. Nu ligt er ook heel gemotiveerd bij hier. Daar. Het giet van de regen. Zoals u allen kan zien. En ik sla een pepermuntje weg te kauwen. Maar ik moet naar buiten. Nu. Afgelopen week heb ik een paar beelden geschoten hier buiten het dorp. En voor de rest niet veel, want ik ben al een dag of 3 strontduizelig. Ik heb een evenwichtstoornis. Heb ik al jaren. Maar het stond eigenlijk een beetje stil. Daar had ik eigenlijk helemaal geen last meer van. En ik heb daardoor ook een hele poos niet auto gereden. Een paar jaar niet. En toen ik het weer oppakte, had ik zo nu en dan had ik het. Ik voel het wel aankomen, ik voel het opkomen. Ik weet precies bij welke beweging het opkomt. Maar toch is het de bloedlink in de auto. Dus ik had... Vanaf woensdag heb ik eigenlijk niet meer auto gereden. En ook niet, ben ik ook nergens meer geweest. Alleen even met de hond lopen. En wel gewerkt. Maar ja. Was lastig. Want zodra ik even bukte of zo om iets te pakken. Of uit de onderste la van iets. Ik stond bij ons in de keuken. En ik pak een handdoekje uit de la. En ja, dan is het klabam. Dan lig ik haast onderuit. En ja, vanmorgen nog, dan buk ik om stront van Romkop te rapen en dan lig ik eens met mijn neus erin. Dus ja, ik ben niet zo mobiel geweest van de week, dus ik ben nergens geweest. En dan denk je, dan lopen ze weer te klagen. Ja, sorry, het is niet anders. Dit is mijn leven. Goed, ik moet nou eerst met die hond naar buiten, want anders hoeft het niet meer. Het is 2:10 inmiddels. En eens kijken of dit gedrocht mee naar buiten wil. Hé. Hey. Schat. Gaat het nog wat worden, denk je? Gaat het nog wat worden? Het is 2:10. We moeten nog uit. Je moet nog poepen en plassen. Ja, ik zou ook liever niet gaan, maar... Hé. Hey. Het ligt natuurlijk wel heel lekker hier. Op de bank. Ga mee. De camera gaat niet mee, want die mag niet nat worden. Kom maar. Kom nou, kom eens van die bank af, kom. Hé, schiet op, kom op. Ja, hoe zullen we dit eens doen? Niet vallen. Nou, kom maar. Kom. Kom, schat. Kom. Voorzichtig. Ja. 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 Goed zo. Deze doen we aan. Oh, jakkers, jongens.
Zo. Zal ik er maar een regenbroek aan doen? Dat is niet geheel onverstandig. Lastig als je evenwichtstoornissen hebt, jezelf in een regenbroek hijsen. Capuchon doen we op. A few moments later. Oh. Het regent echt zo hard. Oh, toch is het even lekker hoor. Even de kop regen maken. Hè, Romke? Even schelpen kat ben je. Ja. Ik geloof dat het nu wat lichter wordt. Ik ben weer binnen. Nou, het regent nog wel steeds. Ik heb even een... oplossteken van Zon Natura heb ik oplossteken. Dat ik een hele tijd geleden gekocht, waarom weet ik niet. Maar ik denk, dat ga ik nou eens even nemen. Ik ben niet een theeliefhebber. Maar ik denk, voor de verandering wel eens lekker. Ik drink heel veel water nu. Ik drink eigenlijk te weinig water, dus ik moet mezelf een schop geven van water drinken. Ik ben met een etendagboek bezig. Ik wil bijhouden wat ik op een dag wegstouw. Om voor mezelf eens een beeld te vormen van wat gaat hier allemaal verkeerd. Ja, in het weekend dan ga ik natuurlijk te buiten aan McDonald's en patat en lekkere hapjes. Natuurlijk, ik weet wel waarom ik dan aankom. Maar ik was door de week al behoorlijk aan het minderen. Ik was maaltijdshakejes bezig en probeerde om wat af te vallen. En ik denk, nou weet je wat, ik ga nou eens even een tijdje een eetdagboek bijhouden. En aan de hand daarvan eens even bekijken wat daaraan veranderd kan worden. Ik lees steeds meer dingetjes over de virtuele maagband. Nou, daar snap ik dus helemaal niks van. Wat dat precies is. Ze leggen ook niet uit wat het is. Het is gelijk op die site kijken en kan je deelnemen en dan moet je betalen. En ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik wil weten wat ze met een virtuele maagband bedoelen. Dan zeggen ze wel van, je mag alles eten. Nou, dat vind ik altijd heel aantrekkelijk. Afvallen en wel alles mogen eten. Ik ben gewoon een eter. En vooral een snoepert. Maar ik ben gewoon al de laatste week, of eigenlijk 2 weken al, ben ik toch bezig om wat op mijn koolhydraten te letten. Gewoon wat minder aardappelen opscheppen. En soms helemaal geen aardappelen. Ik had van de week een soort schotel gemaakt met spruitjes. Geroosterde spruitjes in balsamico azijn met geitenkaas erdoor. En goed, had ik voor Chris dan nog een stukje vlees bij en aardappeltjes. En ik heb het zo opgegeten. En het was ook goed, het vulde goed en... Het was niet eens per se koolhydraatarm. Ik had gewoon van het recept van de Jumbo. Maar ik zag hem later wel bij koolhydraatarme recepten staan. Dus het was, ja. Ik had hem niet daarop uitgekozen. Maar. En zo ben ik dus bezig. Meer eiwitten en ja, wat minder koolhydraten. Ik wil niet echt een koolhydraatarm dieet doen. Want ik krijg altijd opvliegers van te veel eiwitten. Oh, dus die hond nat. Ik heb hem zo afgedroogd, maar er had een heel spoor hier op de vloer achter. Nou ja, we dweilen het wel weer op. Ik ga lekker van mijn theetje genieten en van de vrije middag die mij nog rest. Ik doe niet veel meer. Ik was heel veel van plan, maar die duizeligheid die staat me gewoon in de weg.
Ik word er toch wat misselijk van. Het is toch een soort wagenziekte wat je hebt, hè? Een soort zeeziekte. Zeur, zeur, klaag, klaag. Nee hoor. Nee, ik ben voor de rest, moet ik zeggen, zit ik afgezien van allemaal lichamelijke klachten, zit ik wel goed in mijn vel tussen de oortjes. Ik ben redelijk rustig weer. Ik moet zeggen dat ik nou, ondanks het vieze rot, weer best opgewekt ben. En ja, dat ik wel vrolijk ben, ja. Ik geniet van, ondanks dat het giet van de regen, geniet ik van mijn wandeling met mijn oude vriendje. Die ook heel fit is op het moment, lekker loopt te rollen. Met een stok loopt en wegloopt en me aankijkt van kom maar achter me aan. En ja, best wel speels weer is. En ja, daar geniet ik van die kleine dingen. Nou lieve mensen, er is weer een eind gekomen aan deze vlog. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken. Steek nog even de duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is helemaal gratis. En dan wens ik iedereen een heel fijn weekend of week. Wanneer je ook maar kijkt. En graag tot een volgende vlog. Doei doei!